En jij zei ooit in een interview dat 2016 was volgens jou een ideaal jaar voor een groene revolutie te ontketenen door de minister-president. Ja. Is het gebeurd? Nee. Oh. We missen wel een beetje groen rechts hier. Ja. Ja. Nou ben ik niet van het groen-groen waar niks uitkomt. Hè? Dus bij mij is groen echt wel iets wat onderdeel is van meer rendement. Dus uiteindelijk het beter worden van. Dus als je kijkt naar de procescomputers die wij ontwikkelen, dan help je een teler met een hogere productie per vierkante meter tegen minimaal gebruik van energie en maximaal hergebruik van water. Weet je wel? Dus het voegt iets toe. En naarmate je meer aan het eind van het jaar meer rendement maakt op een meer duurzame manier, dan krijg je eigenlijk het spel wat je graag wil. De groene revolutie had heel erg te maken met dat ik mij ook persoonlijk gewoon zorgen maak over het verdienmodel van Nederland. Gas raakt op, weten we allemaal, maar we hebben wel heel veel van het sociale stelsel erop gebaseerd. Vestgelden hadden we vroeger, naar de universiteiten toe, weet je wel, dat ebt allemaal weg. Ja. En wat wordt nou dat nieuwe verdienmodel van Nederland? En persoonlijk kijk ik dan ook graag naar van, maar wat zijn dan de trends? We hadden het er straks over de politiek. En ik zeg van, het is grijs. Maar wat ik eigenlijk mis daarin is de visie vanuit Nederland vandaan. Waar gaan we nou naartoe? En de ondernemers hebben het vandaag echt niet makkelijk. En zeker niet degene die ook in die technologiewereld actief zijn. Want er verandert nogal wat. En je hebt elkaar als overheid en als ondernemers ontzettend hard nodig om dat allemaal bij te kunnen benen. Ja. Ik bedoel, de komende 10 jaar verandert er meer dan de afgelopen 30 jaar. Hè? Het is nogal wat. Ja. En als ik niet in staat ben om maar ondernemer, eigenlijk hoor ik je zeggen, en ik vind dat de politiek daar te weinig op inspeelt. Ja, als ik als ondernemer niet in staat ben om mijn eigen disruptive te organiseren, besta ik gewoon niet meer over 10 jaar. Nee. En dat geldt voor heel veel ondernemers.